We gaan terug naar Antiochië, Antiochië in het toenmalige Syrië. Die hele belangrijke stad waar een van de eerste heidense christelijke gemeenschappen was gesticht. Een plek waar Barnabas aan het hoofd van stond. En Barnabas was Saulus gaan halen uit Tarsus om mee te werken aan de uitbouw van die gemeenschap. In de gemeente van Antiochië waren er profeten en leraren. Barnabos, Barnabas, Simon, die Niger genoemd werd, Lucius uit Cyrene, Manaën, jeugdvriend van viervorst Herodes, en Saulus. Ja, we zien hier een clubje uh, bijeen. Uh, sommige mensen kennen we vanuit het verhaal, andere horen we hier noemen en zien we nooit meer terug. Maar uit die korte beschrijving kan je wel alvast afleiden hoe ongelooflijk divers die groep christenen wel was. Barnabas en Saulus kennen we en dan heb je Simon die Niger genoemd werd. Niger is Latijn voor zwart, dus daar kan je je een, een echte een zwarte Afrikaan voorstellen. Lucius uit Cyrene. Cyrene was een stad in het huidige Libië, dus wat wij eerder een Arabisch uitziende persoon zouden noemen. En dan Manain, jeugdvriend van vorst Herodes. Zo'n jeugdvriend dat is iemand die als kind wordt uitgekozen om in het paleis te komen wonen. En uh, als ja, speelkameraadje te dienen voor, voor de prins. Zodanig dat uh, die prins veilig is als hij met uh, leeftijdsgenootjes speelt. En die, die kinderen die als pages in het uh, paleis aanwezig waren, leefden een heel rijkelijk leven in vergelijking met hun families en kregen dus ook een, een heel goede, goede culturele uh, bagage. Voilà, dat tezamen met Barnabas en onze fariseer Saulus maakt echt wel een, een heel gemengde groep mensen. Terwijl ze is voor de Heer de heilige dienst verrichten en vasten, sprak de heilige geest zonder mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Na vasten en gebed legden ze hun toen de handen op en lieten hen vertrekken. Ze waren de heilige dienst aan het verrichten. Het Griekse werkwoord is liturgeren. Ze waren in de liturgie, dat wil zeggen, verbonden met elkaar gericht op de Heer. En ze waren aan het vasten, een discipline om uh, te leren los te laten. En ervoor te zorgen dat je niet afhankelijk bent van een bepaalde levensstandaard, maar vrij. Kan kiezen in het leven voor wat echt belangrijk is. Het is wel mooi dat dat de activiteit is die wordt beschreven binnen die belangrijke gemeenschap van Antiochië. En het is niet toevallig dat op dat moment, bij, bij dat soort van um, ja, activiteit om een christen zijn te beleven, de Heilige Geest zich opnieuw laat horen en ingrijpt in de geschiedenis. Want het was eigenlijk perfect verdedigbaar voor Barnabas en Saulus om in Antiochië aan het werk te blijven, een belangrijke plek, uitbouw van een christelijke gemeenschap. En nu worden die daar weggeplukt. De Heilige Geest zegt zonder hen af, laat hen los. Want ze hebben een andere taak. De taak waartoe ik hen heb geroepen. Wellicht wist iedereen ook alvast voor Saulus wat die roeping inhield. Want Ananias in Damascus had het te horen gekregen van de Heer zelf en zal daar niet over gezwegen hebben. Saulus was degene die door de Heer zou worden gezonden om het woord van leven bij de heidenen te brengen, hebben we daar gelezen. Dat is. Waar ze nu klaar voor zijn. Vele jaren later is dat. Vele jaren later is nu het moment gekomen om dat echt te gaan doen. En de gemeenschap reageert prachtig. Na vasten en gebed legden ze hun toen de handen op en lieten hen vertrekken. Soms kunnen gemeenschappen uit kortzichtigheid of opportunisme. Het werk van de Heilige Geest in de weg staan. Dat kan je niet zeggen van die gemeenschap van Antiochië, die eerlijk gezegd het heel spijtig zal gevonden hebben hè, om alvast Barnabas los te laten, want Barnabas was de leider van hun gemeenschap. En hier start dan de eerste echte apostolische reis van Saulus. Vertrekkend vanuit Antiochië zullen we hem via Seleucië zien gaan naar Cyprus en van daar naar Klein-Azië. Rondtrekken en dan terugkeren naar Antiochië. En zijn wederwaardigheden op die reis krijgen we nu te horen. Al dus door de Heilige Geest uitgezonden gingen zij naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. Ze kwamen aan in Salamis en predikten er het woord Gods in de synagogen van de Joden. Ze hadden ook Johannes bij zich om hen te helpen. Toen ze het hele eiland tot Paphos waren doorgetrokken, troffen ze daar een Joodse tovenaar aan, een valse profeet, een zekere Bar Jezus, die tot het gevolg behoorde van de proconsul Sergius Paulus, een weldenkend man. Wat doen ze? Ze gaan naar de synagoge. Daar start de apostolische reis. We brengen eerst het woord, we brengen eerst de blijde boodschap aan de Joodse gemeenschappen. Dat is wat uh, Paulus in zijn brieven ook heel duidelijk zo noemt. Het woord is eerst gericht tot de Joodse gemeenschap. Wat er. Wat het effect daarvan is in, in Salamis, de, de havenstad in, in Cyprus, dat krijgen we niet te horen. We horen alleen dat Jean-Marc er ook bij is. Ze trekken het hele eiland door en komen dus in Paphos bij de vertegenwoordiger van de Romeinse keizer, Sergius Paulus. En er staat dat hij een weldenkend man is, iemand die open staat. En hij heeft een. Uh, Valse profeet, een Joodse tovenaar bij zich. Die draagt de naam Bar-Jezus. Dat betekent zoon van Jezus. En hier begint nu in deze teksten een spel van namen. Uh, zoon van Jezus zijn, dat is de roeping van elke christen, zou je kunnen denken. Paulus schrijft zelf uh, vaak over dat hij de vader is in het geloof van iemand die hij bekeerd heeft. Wel. Dat start natuurlijk bij Jezus zelf. Goed, die um, proconsul ontbood Barnabas en Saulus en gaf het verlangen te kennen het woord Gods te horen. Hij was een weldenkend man, dus hij heeft deze fantastische openheid. Maar Elimas de tovenaar, zo wordt zijn naam vertaald, werkte hen tegen en probeerde de proconsul van het Geloof af te houden. Die bar Jezus wordt ook Elimas genoemd. en Dat is een naam die waarschijnlijk afgeleid is ofwel van het Hebreeuwse woord voor wijs of van het Aramese woord voor machtig. In ieder geval. Die valse profeet en Joodse tovenaar, zoon van Jezus. Is een magier. En die magier die probeert de proconsul van het geloof af te houden. Verschrikkelijke rol is dat. Een weldenkend mens die de verkondiging wil horen, daar proberen te verhinderen om dat mee te maken. Saulus echter, die ook Paulus heette. Bar Jezus heet ook Elimas, Saulus heet ook Paulus. Dat heeft te maken, hij verandert dus niet van naam. Hè. Hij heeft de beide namen. Saulus is de Hebreeuwse naam. En uh, Paulus is zijn Griekse naam. Uh, Paulus is afkomstig uit een omgeving waarin die dubbele uh, identiteit speelde. heeft een dubbele nationaliteit. En dus hij heette altijd ook Paulus. Maar precies op dit moment verandert in de vertelling de verwijzing van zijn naam. Hij was een Joodse fariseer, Saul, Saul genaamd. Hij wordt hier, op dit moment, de verkondiger voor de heidenen, de Griekstalige wereld. Hij neemt hier het woord, en dit is de eerste keer dat we de echte Paulus aan het woord zullen horen. en Hou je maar vast, want vervuld van de Heilige Geest... Keek hij hem strak aan en voegde hem toe, die valse profeet. Duivelskind, vol listigheden en bedrog, vijand van alle gerechtigheid, zult je dan nooit ophouden de rechte wegen van de Heer krom te trekken? Nu op dit ogenblik treft u de hand des Heren, je zult blind zijn en een tijd lang de zon niet zien. Die bar Jezus, zoon van Jezus, Wordt door Saulus, die ook Paulus heet, duivelskind genoemd. Kind van de duivel. En de duivel is degene die mens en God uit elkaar wil trekken. Hij is degene die de proconsul wil weghouden van het woord Gods. En de straf, of het gevolg, kent Paulus zelf heel goed. Het was ook het gevolg van zijn ontmoeting met de verrezen Christus zelf. Hij werd voor een tijdje blind. Terstond viel er een dikke duisternis over hem en rondtastend zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. Hij had de hand van de proconsul willen leiden weg van het woord Gods. Nu heeft hij zelf leiding nodig. En de proconsul. Op het zien van het gebeurde nam de proconsul het geloof aan, diep getroffen door de leer des Heren. Hij heeft nog geen woord gehoord eigenlijk, maar hij ziet wat er vanuit gaat: van die ongelooflijk krachtige Paulus, die in woord en daad vervuld is van de Heilige Geest. Het gezelschap van Paulus voer nu weg uit Paphos en begaf zich naar Perge in Pamphylia. Ze verlaten Cyprus en gaan naar het noorden, naar Klein-Azië, het huidige Turkije. Daar scheidde Johannes, Jean-Marc, zich van hen af en keerde naar Jeruzalem terug. Het marcus evangelie is niet zozeer beïnvloed door de leer van Paulus, die wordt traditioneel eerder gekoppeld aan Petrus. Maar uh, uh, die Johannes Marcus heeft de start van Paulus, uh, vuurige apostolaat meegemaakt, vertelt handelingen. Van Perge reisden ze verder en bereikten Antiochië in Pisidië, waar ze op de Sabbat de synagoge binnengingen en plaatsnamen. Een, een andere stad, Antiochië, dus in Klein-Azië. En opnieuw gaan ze. Naar de synagoge om de Joodse gemeenschap te treffen die daar samenkomt op de Sabbat. En dan gebeurt er iets zeer klassieks. Na de voorlezing van de wettende profeten lieten de oversten van de synagoge hun zeggen: Mannen, broeders, indien gij een opwekkend woord tot het volk te zeggen hebt, spreek dan. Dat was een gewoonte. Nieuwelingen werd gevraagd om het woord te nemen na het beluisteren van de Bijbelse teksten. Elke volwassen Joodse man mocht in de synagogebijeenkomst het woord nemen om uh, vanuit de, de wettende profeten um, ja, een, een, een bezinnend, een, een begeleidend woord uh, te laten klinken in de bijeenkomst. En dat zijn geen grote gemeenschappen, denk je dan. Dus men is blij dat het iemand anders is. En uh, ze weten niet wat hun te wachten staat als ze Paulus. Aan het woord laten. Maar voor we nu naar die woorden van Paulus gaan luisteren, nog een merkwaardig detail. Toen uh, de mannen van Antiochië vertrokken, had je Barnabas de leider, vergezeld door Saulus en Johannes Marcus. Barnabas is degene die Paulus heeft voorgesteld in Jeruzalem, helemaal in het begin. En de, de twaalf heeft gerustgesteld. Ik heb, ik heb gezien wat, wat hij kon. Hij is de leider in de gemeenschap van Antiochië. En vlak na het gebeuren op Cyprus, waar Paulus in, met zijn nieuwe naam zijn rol met kracht heeft opgepakt, staat er: het gezelschap van Paulus voert nu weg uit Pafos. Barnabas moet het. Uh, het hoge woord overlaten aan de, de grote redenaar, de grote verkondiger, de man in wie de geest vuur aan het werk is, Paulus. En wij zullen zijn eerste echt uh, degelijke speech horen in uh, Antiochië, in Pisidië.